en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zondag vandaag en ik laat net mijn camera uit mijn handen vallen en mijn selfie stick is weer een stukje vanaf, dus weer allemaal pech. Maar we gaan toch gewoon door met filmen en vloggen. Ik heb er gewoon schijt aan, we gaan gewoon door. Hop, ik ga dat tegending even neer, ik word helemaal gek van dat ding. We staan bij de Spijkenissebrug, staan we. Kijk, daar heb je hem. De meest gehaalde brug van Spijkenissen zijn ook vlietjes. Omdat het kleren ding elke keer open staat. En er af en toe nog wel eens, af en toe nog wel vaak. Dat er nog wel storing aan het apparaat is. Dus vandaar dat dat ding best wel gehaald is bij mensen. Maar we moeten het helaas mee doen op geen tunnel. We waren al bezig met een snelweg aan te leggen. Maar ook dat gaat hem denk ik niet worden nog voorlopig. Dus het kan voorlopig nog wel even duren voordat het zover is. Ik ga toch nog even bukken. Ik ga even beneden staan. En de vlog van vandaag. Dus lekker weer buitenopname. Ik had het al een paar keer gezegd. Elke keer beloofd. Maar niet gebeurd omdat het elke keer slecht weer was. Maar ja, het zonnetje schijnt. Het is wel ontzettend waaierig is het. Maar het is wel tijd voor een mooie vlog. Hè? Hier kan je wel een mooie vlog opnemen. Nou, ik heb gisteravond nog even een deel van Planet Coaster opgenomen. Die ga ik dadelijk online zetten als ik weer terug ben. Feyenoord heb vandaag gespeeld en het was weer niet best. Dit keer geen nederlaag gelukkig, maar het was wel heel erg slecht en het eindigde in 2-2. Dus niet goed, weer geen goede beurt voor de Rotterdammers. Ik ben benieuwd hoe lang Gio het nou nog volhoudt. Want hij heeft natuurlijk heel veel credits, heeft hij, kind van de club. Maar die credits die zijn toch echt eens een keertje voorbij, want het gaat gewoon niet goed. Terwijl er net een ambulance over gaat. Daar gaat hij. Ja, dat gebeurt ook nog wel eens, hè. Dus vandaar. God, wat zeg ik toch veel dus vandaar. Daar kwam ik trouwens van de week ineens achter. Ik zeg ontzettend veel dus vandaar. Wat een rotstopwoordje is dat. Hoe kom ik daar nou weer vanaf? Nou ja, in ieder geval. Achterkant is de Spijkenissebrug. Ik wou nog even wat andere stukjes opnemen. Ik weet nog niet of dat doet. Zien we dadelijk wel. Ik wou even een rondje Spijkenissen vandaag gaan doen. Een rondje Spijkenissen om een beetje hier de omgeving te laten zien. Hoe het allemaal is. Je ziet best wel een mooi gebied. Ik zal even een stukje filmen. Op de Oude Maas. Dit vind ik ook wel heel erg mooi. Echt heel mooi groen is het hier ook. En hier aan de overkant heb je dus Hoogvliet. En Hoogvliet kan je dus bereiken met de Spijkenissebrug. Ook als we naar Rotterdam gaan, moeten we altijd al over deze enorme klerenbrug heen. Het is echt een brug waar menig mensen grijze haren van krijgen, waaronder ik. Je staat er elke keer, sta je er wel een keertje een paar minuten op te wachten. En dan mag je nog blij zijn dat er geen storing is, want dan kan je gewoon rechtsomkeer. Want dan moet je over de Hartopbrug heen. En de Hartopbrug, over de Hartopbrug gesproken, hier is die. Kijk, dat is de Hartopbrug. Dus, en niet vandaar. Nou, vanavond komt Ramonski, die komt mijn haar doen. Vanavond komt dus Ramon om mijn haar te doen en dan is mijn haar ook weer lekker kort. Ik wou nog even een stukje opnemen voor de intro. Als dat lukt nou, want ik heb echt een ontzettende klote gedoe met mijn camera dus. Dat is een dopje van een schroef. Nu ben ik pleitos, dus dat is wel niet best. Dus ik moet even kijken of ik die thuis heb leggen. En anders heb ik een probleem. Dan moet ik weer op zoek naar een ander schroefje. Nou ja, nou is een schroefje niet echt een probleem.
Maar ja, dan zal het geen standaard schroefje worden. Maar ja, ik hoop dat ik er gewoon een klein ander schroefje op kan zetten. Dan maar, ja, een schroefje wat er eigenlijk niet op hoort. Maar dan is die in ieder geval wel weer... ja, is die wel weer in ieder geval te gebruiken. Want ik heb hem natuurlijk hard nodig. Waaronder de Efteling, de Winter Efteling vlog. Die dus binnenkort eraan zit te komen. Volgende maand ga ik dus naar de Efteling toe. Ik doe dat expres op in december, omdat ik dan lekker vrij ben. Ik heb de hele maand heb ik lekker vrij genomen. Alle vakantiedagen zijn er weer doorheen. Dus wat dat betreft, ja... heb ik lekker weer de hele maand december lekker vrij. Heerlijk hoor. Dat vind ik altijd zo lekker om in december lekker vrij te zijn. Het wordt kouder en heb je toch minder zin om te gaan werken. Dus wat dat betreft ben ik blij dat ik weer lekker nog even lekker 4 weken weer heb om lekker uit te rusten. En leuke dingen te gaan doen. En natuurlijk ook leuke uitstapjes te gaan maken. En dat ben ik in december ben ik dat wel van plan. Om leuke uitstapjes te gaan maken. Misschien ga ik nog wel even naar Rails Mini World. Ik zat gisteren de oude vlogs terug te kijken van mij. Van het hele begin. En toen zei ik in een reportage dit. Even een update van wat ik binnenkort allemaal ga doen. Morgen al. Morgen ga ik naar Mini World in Rotterdam. Dat is een hele grote trein. Een hele grote mini-trein spoor. En daar ga ik dus uiteraard dus ook van vloggen. Dat is dus het nieuwe eraan. Nou, dat dus. En dat is er dus niet van gekomen. Dus ik ga gewoon binnenkort ga ik weer eens even er naartoe. En dan maak ik gewoon een nieuw verslag ervan. Dat oude verslag ga ik er nog wel een keertje opzetten. Het komt dan weer in het videoarchief. Of hoe heb ik dat genoemd? Ja. En, maar er komt ook weer een nieuwe vlog aan. En ik denk wel dat ik wel weer binnenkort weer eens een keer naartoe ga. Want het is best wel leuk om een keer naar Rails Mini World in Rails Mini World in Rotterdam te gaan. Ik ga nog even mijn stok pakken, want ik ben vergeten mijn stok. Ik heb mijn selfie stick hier op een bankje laten leggen. Kijk, heb je 2 bankjes. Kun je lekker zitten. Ik heb het best wel leuk gedaan. En heb je zo, als je hier gaat zitten, heb je zo kijk op Hoogvliet. En de auto's die over de Spijkenissenbrug heen crossen, heen en weer. Het is altijd een heel druk moment hier. Nou, kijk, hier heb je ook nog een bankje. En heb je hier nog een soort beeld. Ja, van de oude Spijkenissenbrug. Hoe die dus vroeger was. Of is het de nieuwe brug? Moet het de nieuwe brug voorstellen? Ik denk dat dit de oude brug moet voorstellen. Maar mensen ja, die vonden het weer zo noodzakelijk om lekker te slopen. Gravity erop te gooien. Fantastisch hoor mensen. Echt. Ik snap niet wat sommige mensen bezielt om zoiets te doen. Laat dat gewoon netjes. Blijf daar met je klauwen vanaf. Als ik bij jou thuis kom en ik schilder jou... Ik schilder jouw woonkamer groen, felgroen met blauw. Dan denk ik ook niet echt dat je het leuk vindt. Dus blijf er met je klauwen vanaf. Maar ja, sommigen, je weet het hè. Sommigen die trekken zich eigenlijk nergens vandaan. Die hebben overal scheid aan. Maar goed, ik ga hem weer even neerleggen. En, oh, dit is trouwens ook nog wel leuk. Hier heb ik vroeger als jongere... heb ik hier, ging ik altijd daar bovenop zitten, dat is ook leuk. Precies onder de brug. Daar waar die muur zit met al dat graffiti. Daar ging ik vroeger altijd zitten. Met een vriendin van me. En dan gingen we daar altijd zitten en dan een beetje kletsen. Cola erbij, drinken erbij. Dat is zo, dat was ongeveer 20 jaar geleden. 96, 97. Dus dat is alweer 20 jaar geleden. Goh, wat gaat de tijd hard zeg. Maar dat is wel, dat was wel ontzettend leuk. Nou, ik ga weer even hangen hier hoor. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. En we zijn weer op een nieuwe locatie. We zijn in de wijk Sterrenkwartier. Gewoon een random wijk in Spijkenisse, gebouwd in de jaren 60. En wat zou je dan denken van, joh, wat doe je hier hoor? Wat is hier nou zo bekend dan? Nou, binnenkort gaan al deze flats tegen de vlakte. Ze gaan het in fases doen, dus het zal niet binnen één tijd zal het allemaal wegwezen.
Maar binnenkort gaat wel alles weg hier ook. En dit is de flats. Dit gaat allemaal pleiten. Het wordt één gapend gat hier ook. Hier heb vroeger nog een wijkcentrum gestaan. Ging vroeger nog wel eens darten. Op vrijdagavond was altijd gezellig. Er was Rob ook altijd bij. Waar ik altijd mijn livestream. En dat is ook al weg. Nou, dit is dus een sterrenkwartier, jongens. Dat gaat binnenkort allemaal tegen de vlakte. Al deze flats gaan allemaal plat. Over een paar jaar. Allemaal een beetje verouderde flats. Maar ze doen er niks meer mee. Alles gaat plat hier, hoor. Alles gaat down. Ik heb hier nog een hele tijd gewerkt vroeger. In het begin tijd dat ik in de groevenziening zat. Maar alles is dus weg. Alles is footsie. Alles gaat pleitos hier, hoor. En dat wou ik jullie toch even laten zien. Ja, je moet toch wat, hè? Je moet toch wat om je vlogje bij te werken. Anderen liegen ervoor. Anderen gebruiken clickbaits. En ik gebruik het gewoon even om lekker de boel hier te laten zien. Dus vandaar. Weer dus vandaar. Maar ja, helaas. Het is wel zonde. Ik vind het eigenlijk wel zonde eigenlijk. Want het is, ja. Het is toch het begin een beetje. Ik weet nou niet op welke wijk. Ja, Noord was in ieder geval eerste. Was als eerste gebouwd. Volgens mij was het tweede was, als het goed is, of Sterrenkwartier of Groenewoud. Ik dacht eerst Sterrenkwartier en daarna de wijk Groenewoud. Nou, als dat niet even wat informatie is, dan weet ik het ook niet meer. Ik voel me een beetje ongemakkelijk hier ook, want iedereen staat naar me te kijken. Van wat de fuck zit hij nou in godsnaam met een camera te doen? En wat zit hij in godsnaam te filmen? En waarom praat hij tegen de camera? En waarom doet hij in de camera? Maar ik heb er gewoon schijt aan. Ik ga gewoon lekker vloggen. Hier heb nog een vriend van mij vroeger gewoond in deze flat. Hier op het hoekhuisje. Zella is overleden. Goede kameraad van me, Harm. Ja, echt balen. Nou, dan gaan we nog even verder lopen. Nou, hier heb je dus ook een sterrenkwartier. Dit is het winkelcentrum. Hier is het winkelcentrum. En hier heb je dus de wijk. Maar die is pas veel later gebouwd. Dit gaat allemaal plat, jongens. Al deze flats, alles gaat weg hier ook. Alles weg. Ook al weg. Misschien ga ik het nog wel een keer filmen. Als het zover is. Ja, misschien ga ik het wel een keer filmen nog. Maar we zien het wel. We gaan wel zien wat het wordt. Jongens, hier heb je een nieuwe gloednieuwe Lidl. Terwijl er een heleboel mensen aankijken en heel Argoort zitten te kijken naar me. Maar dat is het, jongens. De wijk Sterrenkwartier. Dit is ook wel leuk. Ga ik even hier naartoe lopen. Wap. Hop. Hop. Kijk. En hier in dit hoekje stonden wij altijd. Dat moesten wij vroeger ook altijd bijhouden met schoffel. Hè? Hier heb ik wat vaak gestaan hoor, met mijn schoffeltje in het begin. In de beginperiode. Nou, er is niet veel meer van te zien. Want het is één grote bende. Maar hier heb ik aardig wat gewerkt vroeger. Nou, dit is de hele hoge flat. Ook nog maar een paar jaar staat hij er. Ik denk een jaar of 10 of zo. Die hebben ze toen ook, hier stond toen ook net zo van die flats als daar zo en daar zo. Die hebben ze toen afgebroken. En ja, die hebben ze toen afgebroken. Daar hebben ze een hele hoge flat voor teruggezet. Dit gaat allemaal plat over een tijdje, jongens. Het ziet er wel zwaar verpauperd uit, dat wel. Maar dit ziet er nog wel aardig netjes uit. Maar niks mee te maken. Alles gaat plat. Alles plat. Nou, we gaan eens even kijken of ik nog een verdere leuke locatie weet. Ik weet het niet. We gaan wel even kijken. Ik denk dat ik even ermee stop. Want ik zie ook dat het batterijtje nog wel aardig vol, maar
Mijn benzinemeter die wil een beetje niet meewerken. Ik ben een beetje... Mijn benzinemeter is een beetje leeg, dus ik kan niet ver meer rijden. Dus daar gaan we er zo even mee stoppen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Laters. Doei. Zo, en ik ben inmiddels weer thuis. Ik had even geen zin meer daarna om buiten in die ontzettende wind te gaan filmen. Dus ik ben lekker naar huis gegaan. En vanavond komt Ramon. Ik kom even mijn haar doen. En dan is dat ook weer in orde. En dan ga ik morgen weer aan de slag. Morgen weer werken. Ik ga even mijn schoen uittrekken. Auw, ik heb zo'n pijn in mijn benen. Ik heb nog een hoop editwerk. Ik had gisteren nog een aflevering opgenomen van Planet Coaster. Die ga ik zo even editen en vanavond online zetten. En dan ga ik vanavond nog een nieuwe aflevering opnemen. En die komt morgen online. Dus dan hebben jullie alweer twee delen van Planet Coaster. Ja, ik had wat problemen met het bouwen. Want ik kon die stukjes kon ik niet maken. Dus dan blijven er kleine gaatjes beneden. Als jullie bij mijn Planet Coaster afleveringen suggesties of tips hebben, plaats dat in de comments. Ik merk dat er niet dat het wel bekeken wordt, maar dat er geen comments worden geplaatst. Dus heb jij het spel ook en weet je iets meer van het spel af dan mij? Laat een berichtje achter in de comments en dan kan ik dat toepassen. En dan kun je me een klein beetje helpen bij het opstarten van het park Fantasy World. Nou, ik ga nog even editen hier, want ik heb nog een hoop editwerk te doen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Ja jongens, het weer is helemaal omgeslagen. Echt bagger slecht weer. Net onweer dit ook. Daarvoor was ik eigenlijk naar buiten gegaan, maar onweer is nou alweer voorbij volgens mij. Maar het is echt bagger weer. Het regent. Af en toe even onweer. Dus het is echt slecht weer jongens. En dan moet die arme Ramon dadelijk om 8 uur bij mij zijn. En moet hij door dat weer heen fietsen. Nou, ik ben benieuwd. Het is echt heel erg slecht. Maar het onweer is opgehouden. Daar ben ik net te laat mee met filmen, helaas. Zo, en het is inmiddels bijna 9:30 is het bijna. En we gaan even maar haartjes doen. We gaan even scheren. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Wie, even een quizvraag. Wie doet er altijd mijn haar? Wie doet dat altijd? Ta-ta-ta-ta-tam. Ja, jullie weten het inmiddels. Het is... De enige echte Ramonski. Enige echte Ramonski. Ja, dat hoor je wel. De enige echte Ramonski, ja. Hij is er weer en hij gaat even lekker mijn haar even met deze tondeuze even lekker helemaal kort scheren weer. Ja, dat is een mooie tondeuze. Dat er weer lekker kort uitziet. Ja, dat is helemaal mooi. En wat gaan we doen? Gaat het lukken? Ja hoor, gaat het helemaal goed komen. Dat gaat helemaal goed komen, hè. Dus dan gaan we dat touw eventjes doen. Ja, gaan we dat weer even wat moeten. En dan ben ik zo weer terug als het weer lekker glad is. Tot zo! Glatje kaal, hè? Nou, moet wel een beetje haar erop zitten hoor, want anders wordt het wel heel erg... Stel scherp. Ja. Dat is ook mooi. Dus het moet wel een beetje scherp zijn natuurlijk, hè? Ja, dat moet wel een beetje. Nee, maar we gaan even lekker even een stuk eraf halen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en Flamoski gaat er weer door. Yes. Flamoski. Ja, kijk, mijn haar is weer lekker kort. Ja, het is weer lekker gelukt. Het is weer mooi. Ik heb weer lekker kort koppie. Dus ik ken er voorlopig weer even tegen. Ja, dat is mooi. We hebben lekker kort geschoren dankzij Ramonski. De enige echte. De enige. Dat is mijn naam. Pik nou niet elke keer mijn titel in, de enige echte. Dat ben ik. Dat zeg ik altijd aan het begin. Kijk maar. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrax, de enige echte.
Tier, kijk, dat bedoel ik. Ja, dat is ook niet verkeerd, hè. Dus het is Ultrex, de enige echte. Ja. En niet Ramonski, de enige echte. Ook al zie ik hem wel echt uitgemaakt voor de rest. Goed, hè. Gaat weer helemaal nergens over met die Ramon. Gaat weer helemaal nergens over. Hij is weer helemaal fijn. Nou, bij deze ook gelijk het einde van de vlog. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog gelijk? Doe even wat duimpje te wachten. Nee, even serieus. Doe nou serieus, man. Hij is fijn. Nou jongens, ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Even nog één ding. Ja. Als dadelijk de vlog afgelopen is, blijf even naar het einde kijken, want de nieuwe outro is er. De nieuwe outro ja, heb ik vanmiddag opgenomen, vanavond geëdit. En hij staat er, als het goed is, staat hij er nu al achter. Dus ik zou zeggen, kijk eventjes naar het einde. En laat even bericht achter in de comments. Wat jullie van, wat jullie ervan vinden van de nieuwe outro. Ja. Nou, iedereen de groetjes van deze kant. Doe een blauwe duimpje de lucht in. Druk even op dat belletje abonneren. Of druk even op dat knopje abonneren en druk op dat belletje. Dan krijg je elke keer weer een bericht als er weer een nieuwe video is. Of als er weer een nieuwe livestream aan de gang is. Ja. Groetjes allemaal. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Paf, poef, pief. Fijne avond. Zit hier weer door mijn intro heen. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Baf, poef, pief.